Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. En zoals je ziet heb ik een hele nieuwe look. Ik heb een stijve nek. Voor wie me al langer volgt, weet dat dit niet de eerste keer is. Ik ben gisteren bij de fysio geweest. Ja. En ja. Deze? Ja, dat heb ik in mijn neus. En die zei, het is zo stijf dat ik je niet kan kraken. Dus ze heeft nu alleen maar gemasseerd. En dan word ik volgende week, dus na het weekend, word ik gekrok. Ik kan me wel iets beter bewegen dan gisteren. Maar het is heel pijnlijk. En dat houdt ook in dat ik eigenlijk niet mag tillen. En dat Sven ook vindt dat het een teken is dat ik gewoon veel te veel gedaan heb. Dus ik moet rust nemen. Dus Sven's ouders komen vandaag. Niels was van de week ziek. Dus mijn ouders zijn al heel veel geweest. Dus ik vond het een beetje vervelend om het weer te vragen. En Sven die zei, nee, maar mijn ouders willen vast wel. Nou, dus dat is ook zo. Kijk eens, Niels, deze. En Niels en ik zijn stickers aan het plakken. Dit zijn raamstickers. Voor alles. Dat zit nu allemaal al op het raam. Maar dat is heel leuk, want dat Niels is gek op stickers plakken. Maar dat vind ik altijd zo zonde, want die gooi je dan meteen weer weg. En deze kun je gewoon hergebruiken. Dus je plakt ze op het raam en dan plak je ze weer op dat vel en dan plak je ze weer op het raam. En zo blijf je lekker doorgaan. Die heb ik volgens mij gewoon bij de Vibra of zo gekocht. Ik heb bijna meer. Oh, kan hij er niet af? Ja. Deze haal. Welke deze? Deze haal. Ik haal. Dat is wel lastig. Oh, ik heb hem. Kijk eens. Trouwens, nieuwe nagellak. Deze is van Ethos. En die heet de Original. Gewoon van Ethos huismerk. Echt heel mooi. Het begint alweer lekker chaotisch, maar in ieder geval. Met een mandpakel. Ja, plak jij die? Lang verhaal kort. Mijn schoonouders komen zo. En Sven is er ook vanavond niet. Dus ze blijven ook eten. En helpen even met Niels in bed leggen. En dan ontzie ik mij een beetje. Ik heb ook maandag vrijgenomen. Dat is echt een beetje druk geweest. En dit is daar een teken van. Niet alleen daarvan. Want ik ben natuurlijk ook heel hard op mijn stuitje gevallen laatst. En dat heeft ook een soort van shock effect teweeg gebracht. Maar goed. In ieder geval is het een teken van mijn lijf. En mijn lijf geeft altijd eerder aan dan mijn hoofd. Dat ik even rustig aan moet doen. Dus dat ga ik doen. Dus ik heb maandag ook vrijgenomen. Dus ik heb een lekker lang weekend. Waarin ik van Sven ook vooral niet al te veel mag doen. Maar morgen wordt het wel lekker weer. Dus we gaan wel even, denk ik, gewoon iets met z'n drietjes doen. En zondag is het culturele zondag voor kids. En dan komt de beste vriend van Sven met zijn vriendin en hun kindje. Dus dat wordt heel gezellig. En die komen ook eten. Maar volgens mij moet ik nu even doorstickeren. Ja. Mama? Ja, ik kom eraan. Mama. Is dat je mama? Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb mama. Hier is koekjes aan het bakken. Die wat ingrediënten. Oh. Zal ik nog even de oven in? Wij zitten in de auto. Het is een beetje donker hier, want we zitten nu in de garage van IKEA. We gaan even ochtendje naar de IKEA en dan lunchen we daar aan het huis. Niels naar bed. Oh, nu heb ik echt een soort mega brood. Dus dat gaan we even doen. En dan vanmiddag, het wordt heel lekker weer, dus vanmiddag ga ik lekker buiten spelen. Is het Niels. Ik doe geen speeltoestellen meer. Done with that. En ik heb toch maar een sjaal om, omdat dat fysio dat toch wel zei. Voel me een beetje raar in een t-shirt met een sjaal, maar goed. Doe ik maar. Dus ik neem jullie mee. Eerst nog het fijn aan het spelen. Niels heeft de tijd van zijn leven. Wij zijn weer thuis en Niels ligt op bed. En ik dacht, ik laat even zien wat we hebben gekocht. Iets geheel tegen mijn principes in, maar ik vond ze zo leuk dat ik ze niet kon laten liggen. En het is niet dat we dagelijks bij de IKEA komen. Twee soorten kerstballen. Deze gewoon doorzichtig met witte
soort verfspattetjes. En deze, ja, dat komt misschien niet helemaal over, maar ze zijn wit met glitter. Love it. Dus die gaan naar de kerstding. Dat komt voorlopig nog niet op huis. Dat komt echt een week voor kerst, maar dat maakt niet uit. Dan een nieuwe vliesdeken. Gewoon een basisvliesdeken. We hebben een oude, maar die wil ik dan weggooien. En ik vond deze wel gewoon een mooie kleur. Gewoon, vind ik fijn, die dingen. We hebben ook echt, ik weet niet waar die ligt, maar we hebben ook een mooi dekentje op de bank. Maar dit is wel fijn. Dan rietjes voor Niels. Altijd koop ik een nieuwe afwasborstel. En wat ik ook altijd koop is een nieuwe grote geurkaars. En die vanille vind ik het lekkerst. En dan ook... En dan ook de kleine. En het is heel gek. Alle verpakkingen hadden aan de uiteinde zo'n donkere ertussen zitten. Dat is toch weer jammer. Maar goed, ze ruiken heerlijk. En dan deze. En die zal ik zo nog even in elkaar laten zien. Dit is waar ik... in ieder geval voor kwam. En dit is van Vilt. En dit wordt zeg maar zo'n doos, zo'n bak. En daar wil ik dan Niels zijn boeken in gaan doen. Want wat ik al liet zien, het wordt zo'n zooitje. Ik zal het zo nog even laten zien. En toen zag ik dat ze hem ook in het klein hadden. En daar zag ik ook boeken in staan. Dus ik dacht, dan kan ik dat op zijn tafeltje zetten. En dan dit ernaast. Zeg maar op de grond. Nieuwe van die zakjes. De grote variant. En dan... twee donkergrijze, echt antraciete kussens lopen op de bank. Dan gaan de roze weg en dan komt de winterkleur. Dat is het. Het idee is dus om deze enorme stapel hier een beetje in kwijt te kunnen. Dit zijn boeken van de Biep en boeken van zichzelf. Nou, dit is perfect. Die zet ik dan hier naast het tafeltje neer. En dan op het tafeltje nog dit kleinere bakje. Nou, ook Niels heeft het ook zijn goedkeuring gegeven aan deze nieuwe manier van zijn boek opruimen, hè Niels? Ja? Oh, even kijken. Even kijken. Even kijken. Even kijken. Maar de auto filmen. Zo. Oh, kijk, nu zit je vinger ervoor. Zie je dat? Jouw vinger. Hier zo. Oehoe. Hij zit in bed en filmpje te kijken. Ik heb dit ding aan omdat ik dan een lekker warm nekje heb. Pirates of the Caribbean deel. Geen idee hoeveel. Deel 36. Goedemorgen allemaal. Het is zondag en ik sta in mijn badkamer. Want ik heb iets nieuws wat ik heel graag wil testen. En dat is dit. Dit is de Daniel Sandler Watercolor Liquid Blush. En ik zag dit bij Pixie Woo. En ik vond het er zo mooi en natuurlijk uitzien. Ik dacht, ik wil dit. Ik heb de kleur Rose Glow. En daar was het nog wel even zoeken naar. Maar zij had die en dus wilde ik die ook. Ik ben heel benieuwd. Het is echt een super waterig spul. Ik heb mijn baas gedaan, maar ik heb dus nog geen poeder op. Omdat dit natuurlijk liquid is. Het is echt heel liquid. Het is inderdaad echt alsof je water op je hoofd smeert. Maar het wordt dan iets poederiger. Doe het maar even met beleid opbouwen. Het is hier natuurlijk dramatisch licht voor jullie om dit te zien. Maar ik vond het wel leuk om jullie even mee te nemen in het proces. Ik zal deze doen, misschien zie je dat beter. Het is wel heel mooi. Een subtiel spul. Het heeft echt een glow. Ik zal zo wel even meenemen naar het daglicht, maar het is een beetje mistig buiten.
Nou, zo kan je het misschien iets beter zien. Nou, zo is er overbelicht. Ik probeer de glow vast te leggen. Ik zit zelf ook te kijken. Het is echt heel natuurlijk. Ik denk dat ik hem nog een beetje ga opbouwen. Maar ik vind het ook altijd lastig, want normaal heb ik natuurlijk ook nog bronzer en zo. Maar dat heb ik nu nog niet. Maar het is echt, ja, op mijn vinger vind ik het er wel heel mooi rosy uitzien. Ik ga het gewoon even afmaken en dan kom ik nog even terug. Nou, ik ben nog één keer in het licht gaan staan. Het is gewoon heel mooie, natuurlijke blush glow. Ik hou echt van een hele aanwezige blush. Deze is veel subtieler. Maar doordat hij wel die mooie glow heeft, echt zo'n rosy gouden glow. Rosy en goud, hè? Je snapt hem. Ja, nee, heel ja, blij mee. Yes. En hier zie je hem nog even op mijn hand. Zie je het misschien iets beter? Die... Misschien ook niet. Niels en ik zijn een soepje aan het maken. Hé, hey, Niels? Ja. Wat doet de maken? Wat is de maken? Ja. Hoe kan ik helpen? En nu ook in de oven. Zal ik een beetje roeren? Trouwens, het keukentje van IKEA opgepimpt voor wie het nog niet eerder heeft gezien. Dat heb ik vorig jaar met zijn eerste verjaardag. Oh, time flies. Heb ik dit, dit gemaakt van het IKEA keukentje. Ik wil deze doen, mama. Deze. Welke moet ik doen? Ja, deze. Deze? Zo. Dit is marmerfolie. Marmerlookfolie, dan hebben we de kraan, koper gespoten en de rest zit dus allemaal grijs geverfd. En dan heb ik hier, dit is schoolbordverf. Dus dat. Zo. Zo. Oh, is dat voor mij? Oh, lekker. Ik wil ook wat drinken. Wil je ook wat drinken? Een beetje onder de kraan. Proost. Paas. Lekker. Ja, je krijgt dorst van de koken, hè? Ook wat drinken. Ook wat drinken, ja. Hij commandeert verder niet, hoor. Dus daar hebben we de Naked Chef. Nee, er staat een wasmand voor, dus Sven is ook niet naakt. Maar hij is aan het koken voor vanavond en moet dit straks nog even opruimen. Want vanavond komen zijn beste vriend en het vriendinnetje daarvan en het kindje komen gezellig eten. En we gaan vanmiddag naar de culturele kidszondag. Dus dat wordt heel gezellig. En ik ga zo nog even wat opruimen. De heren gaan straks een stukje fietsen met z'n tweeën. En dan ga ik even opruimen naar huis. Het ziet er misschien niet heel lekker uit, maar dat is het wel. Het is een broodje bal. We hadden nog gehaktballen over. En ondertussen ben ik bezig met, nou, kan je niet zien, het vakantiefotoboek. We zijn er tot volgende zondag. Gaat zoiets gebeuren. Zambie, ik ga zo even staan. Ja, maar Anne. Ja, dat is goed. Ik ga even nieuws pakken. Anne. Goedenavond, onze vrienden zijn net weg. Het was heel erg gezellig. Ik ben alleen een beetje vergeten te filmen. Want dan zit hij bij Sven in de rugzak en dan denk ik, oh ja, moet hem even uitpakken en dan gebeurt er weer iets. Dan ben ik weer ergens anders mee. Maar het was heel leuk. We zijn naar de culturele zondag geweest voor kids. Dus we hadden allemaal activiteit voor kinderen. Dus op een soort beest gereden, zeg maar nep beest, maar... En met potten en pannen en ik weet het allemaal niet. Dus dat was gezellig. En daarna hebben ze nog wel eens gegeten. Lekker lasagne gegeten.
Maar dat heb ik allemaal niet gewild. Ja, dat heb je wel eens. Maar het was heel gezellig. Misschien dat ik morgen nog een dagje vlog, want ik ben morgen vrij. Dus dan kan ik misschien een beetje inhalen van wat ik dit weekend een beetje ben vergeten. Goedemorgen. Ik breng Niels naar het kinderdagverblijf. Normaal fiets ik altijd en dan ga ik door naar mijn werk. Maar nu op deze manier. Ik ben het fotoalbum van Mallorca aan het uploaden. En we hadden natuurlijk gisteren eters. Dus ik heb de vaatwas staat nu voor de tweede keer aan. Ik heb de kattenbak schoongemaakt. Nou, Niels natuurlijk naar het kinderdagverblijf gebracht. En het is nu 9:30. Gaan steady. Wat ik nu wil gaan doen is... Ik ga over het algemeen relaxen vandaag. Maar er is één missie. Oh, Niels, zijn kar staat hier. Eén missie die ik wil doen vandaag. Let niet op de zooi. En dat ga ik nu laten zien. En dat is deze. Deze missie wil ik doen. Dit wil ik opruimen, want hier ben ik helemaal klaar mee. Dat kan beter. Dus dat ga ik nu doen. Ik zet er gewoon lekker een Netflix-serietje bij aan. Gossip Girl, denk ik. Ja, Gossip Girl. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik daarna... relaxen. Ik weet nog niet wat. Maar in ieder geval niet iets... ik vind opruimen trouwens ook ontspannen hoor. Maar ik ga gewoon boeken lezen, tijdschriften lezen, dat soort dingen. Dus, hoppa, aan de slag. En dan is altijd de grote vraag. Hoe begin ik? Nou, dit is het eindresultaat. Ja, ik heb de elastiekjes niet opgeruimd. Dat zijn gewoon allemaal elastiekjes en knipjes. En dat zit in deze twee bakjes. Ik heb hier mijn highlighters en bronzers. En nog een reserve poeder. Of eigenlijk een nieuwe, want mijn is bijna op. Hier alle paletten. Hier heb ik oogschaduwkwastjes. En oogpotloden in allerlei smaken. En hier heb ik nog wat rijspaletjes. Dan heb ik hier wat lipproducten. En hieronder nog... En verder een aantal, nou, dit is een nieuw Anastasia potloodje, dat soort dingen. Dan heb ik hier oogschaduw, matte blush en glanzende blush. En dat is het opgeruimd en wel. Ik heb denk ik een half uurtje of zo over gedaan, dus ik ga nu relaxen. Lunchen met leftovers. En ondertussen, hoe kan het ook anders, toch weer aan de site. Maar wel voor een hele leuke samenwerking. Dus dat moet ook gebeuren. Gewoon, ik heb echt weer, het was echt vet leuk. Niet dat ik daarvoor niet leuk heb gehad, maar... Nou, zoals je ziet heb ik net even heerlijk op het terras gezeten. En daarvoor was ik bij de osteopaat. En komt erop neer dat mijn ruggenwervel echt een behoorlijke klap heeft gehad van die val op mijn stuitje. Dus ik moet ook naar iemand die daarin gespecialiseerd is. Oeps, nou... Belangrijke les, dat soort speeltoestellen, ik doe het niet meer. Voor wie mijn vlog 2 weken geleden niet gezien heeft, ik ben heel hard op mijn stuitje gevallen. Kijk me vooral even terug. Volgens mij heet hij ook iets van superdomme actie of zoiets. Het begin van de behandeling is ingezet. En ze heeft ook even, mijn nek heeft daar natuurlijk alles mee te maken, dat wist ik ook wel. Daarna heb ik dus even lekker op het terras gezeten met wat olijfjes en een spaatje rood en de Linda. En nu ga ik, nu is het inmiddels al bijna 6 uur, dus Niels komt zo thuis zwemmen, wil hem graag ophalen. Ik zei, ja, op zich, ik heb hem met de kinderwagen gebracht, dus dan hoef ik hem niet heel veel te tillen. Maar hij zei, nee, maar ik wil het ook graag. Oké, nou prima. Dus Sven gaat hem ophalen. Ik ga lekker mijn huispak aantrekken en dan is het ook voor de vlog. Dus er was een soort extra dagje in de vlog van deze week. Ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. En volgens mij woensdag ook bij een extra video.